We doen alleen nog maar optredens als duo, hè? D'accord? D'accord. Samen nooit, samen thuis. D'accord? D'accord. Geen Leo zonder Gaston, geen Gaston zonder Leo. D'accord? D'accord. Zal een annons in de gazet zitten. Komieke, zoeken, manager, onthouden. Ja, deze is een fantastisch verhaal, hè? Het is allemaal begonnen met het idee voor de voorstelling. Dirk van Voren had hetzelfde idee, dus de krachten gebundeld. Enorm veel research gevoerd, een script geschreven en we hadden nog zoveel informatie die niet in de voorstelling zat, ja, dat boek een logisch gevolg was. Maar ja, dat boek, dat zijn lettertjes, dat zijn foto's en nu begint dat allemaal te leven. Dat is fantastisch om te zien. Ik was al eigenaardig op mijn geboortedag. In plaats van flink te huilen, schoot ik toen in de lach. Ik heb geluk gehad dat Kobe van Herwegen heel veel voorbereidend werk heeft gedaan, heel veel research had gedaan. En dan is het... Het grootste probleem bij zoiets is altijd de keuzes maken. Wat willen we vertellen? Wat gaan we laten zien? Wat gaan we niet laten zien? Gaan we eigenlijk het verhaal vertellen van geboorte tot dood? Of gaan we voor een episode kiezen? En dan nog binnen het kader van een episode. Wat wilde laten zien? Wat wilde niet laten zien? Die keuzes maken, dat is eigenlijk het moeilijkste en het lastigste. Was het van in het begin duidelijk dat Jurgen en Warre dit moest gaan spelen of is er toch nog een lange casting aan vooraf gegaan? Voor mij was het vrij snel duidelijk dat ik dit wou doen met Jurgen en met Warre. Om de heel eenvoudige reden ook dat ik de combinatie tussen dat Antwerps en dat Gens, dat ik dat muzikaal taalgevoelig zo interessant vind, zo een interessante mix vind, dat ik dat absoluut wou doen met een authentieke Gentenaar en een authentieke Antwerpenaar. Hoe kunnen we een gouden leeuw schilderen met witte verven? Omdat die gouden leeuw op een wit beer trekt. Hoe kan de gouden leeuw nu op een wit beer trekken? Het was vrij duidelijk voor de regisseur dat jullie die rol van Gaston en Leo moesten spelen. Was dat voor jullie een verrassing toen die vraag kwam? Ja, absoluut. Ja, zeker. Sowieso iemand die echt heeft bestaan, dat je daarvoor wordt uitgenodigd om daar een hommage aan te brengen, een versie van neer te zetten, een verhaal over te vertellen, dat is altijd wel, dat is toch net iets anders dan dat ze u vragen om, zelfs al is het Hamlet of een andere knoert van een hoofdrol, uit wat voor verhaaltraditie dan ook. Zo iemand echt, dat is toch wow. Ja. En het is levende geschiedenis, hè? Dus ook, ik ben zeer, zeer geschrokken. Het is ver boven uw petje, denkt u, van wow, zeg, die personen. Maar ja, het is een fantastisch stuk om te spelen. Tegelijk is het ook een opdracht waar je niet nee kunt tegen zeggen. Dat gaat gewoon niet. Het zijn voor ons beiden helden. Het is vergroeid met Vlaanderens geschiedenis. Iedereen kent ze. Nog meer, er is niemand die hen niet goed vindt. Niemand! Je vindt niemand die Gaston en Leo niet goed vindt. Meneer Martijn? Het is vrouw. Ja. Dankjewel. Wacht, momentje, vrouwke. Wie is het? Oh, voor Leo van uw grootste fans. Schuin, hè? Weet je wat, juffrouwke? Zet ze maar in de keuken in de Nemerwaard. Ja, het is letterlijk een lach en een traan. En wat trekt mij daarin aan? We kennen natuurlijk altijd de vrouw van voor de schermen, die lach. We kennen de twee clowns, de twee komieken. Maar ja, om het niveau te bereiken waar dat die mannen stonden, ja, daar moeten we wel wat voor over hebben. En ook om dat niveau te kunnen blijven behouden en al die nieuwe kansen te creëren. Ja, ik vond dat een heel boeiend verhaal om dat te gaan ontspitten en te gaan kijken hoe hebben die twee dat gedaan. We spelen de aanloop dikwijls naar een sketch of na de sketch van... Ja, het was er bonk op of nou was het, wat hadden we dit of dat... En dat zijn ook dingen die de mensen nog niet kennen. En we proberen om dat even fris en even leuk, tussen aanhalingstekens, of toch boeiend genoeg te maken, dat ook mensen die eigenlijk misschien die sketch verwachten, om die te amuseren. En dat heeft ook zin. Het heeft ook zin om dat verhaal te vertellen. Het heeft zin om iets te zeggen over een bepaalde tijd, over kunst maken, over variété, over theater maken in die een tijd, omdat... tegenover nu te zetten. Ik denk, als je met minimale moeite kunt dat ook wel zien, kun je ook zien van, ah ja, oké, de tijd is echt wel veranderd. Het vertellen van een verhaal over een samenwerking, hoe dat ontstaat, de lijn tussen kunst en leven. Die gasten zijn vader geworden tijdens hun job. Die vergaten te eten omdat ze nog grap een sketch moesten afschrijven. Dus ik denk dat ook op dit moment... als ik voor mezelf spreek, dat vind ik interessant om te vertellen. Ja.